Dit is Amersfoort. Hey, welkom bij weer een aflevering van Waldo Rock de Keistad. Of eigenlijk moet ik zeggen voor deze editie Waldo Rocks Rock City. Want deze aflevering krijgt een Amerikaans tintje. Je vraagt je misschien af waarom. Ja. Waarom? Ja, vraag je ook. Zal ik je vertellen, dat is omdat 3 november de Amerikaanse verkiezingen worden gehouden. En ja, het is wel een belangrijke verkiezing natuurlijk. Het gaat echt ergens over. En mede om die reden komt er vanaf 26 september een nieuwe tentoonstelling in Kunsthal Kade. Genaamd This is America, USA Art Today. En zoals de naam al doet vermoeden gaat dat over Amerikaanse kunstenaars, Amerikaanse kunst. En nou dachten wij, die link tussen Amerika en Amersfoort, wat is daar nou nog meer over te vinden? Dus wij dachten, laten we eens een Amersfoorts / Amerikaans dagje ervan maken. En ja, waar kun je dat dan allemaal doen in Amersfoort en omgeving? Ja, dat gaan we uitzoeken. Oké, cool. Let's go. Let's go. In American, in good American. Oh ja, let's go. Dat was wel Engels. Dat is Engels. Is dat American? I thought it was America. Als je in Amersfoort voor een Amerikaans thema wil gaan, dan is de Blueberry een hele goede plek om naartoe te gaan. Dit is een ontbijt- en lunchzaak gevestigd aan de Hof, een heel centraal plein hier in Amersfoort. En zij hebben echt Amerika en meer in het bijzonder New York als thema genomen. En dat zie je terug op de menukaart. Er is van alles te krijgen, allemaal min of meer Amerikaanse specialiteiten. Dus dan moet je denken aan American pancakes bijvoorbeeld, banana pancakes hebben ze hier voor de ochtend, French toast. Maar bijvoorbeeld ook als je in de middag hier wilt lunchen, kun je een lekkere stevige sloppy joe kun je nemen. Of een pastrami sandwich. Kortom allemaal Amerikaanse, lekker lichte, luchtige gerechten waar je ook van kunt genieten. Wij hebben hier alvast een heerlijke flat white genomen, Pim. Maar we zitten te wachten op de scrambled eggs. Scrambled eggs. Ik heb een plakje cheddar kaas over. Ja, je bent wild gegaan. Ik ben wild gegaan. Ik zet voor mij maar even scrambled eggs hardop weer. Real American of you, man. Real American of you. Oh, weet je dat hier ook al? Overigens, interessant feit. Ik weet niet of jij dat weet, Pim, maar New York heeft ook Amersfoortse roots. Nee, dat wist ik niet. Nou, je hebt in New York nog steeds een park Amersfoort met één O geschreven. En dat komt omdat in de 17e eeuw, 1652, is er een Amersfoorter geweest die in New York nieuw Amersfoort heeft opgericht. Zijn naam was Wolfert Gerritsen van Kouwenhoven. Precies. Zo, ja. Een mond vol. Dat is een stukje geschiedenis hier. En hebben daar dat nieuw Amersfoort opgebouwd. En er zijn nog steeds de sporen van te vinden. En als je straks, als het weer kan, een keer naar Amerika zou gaan en je zou naar New York gaan, kun je eens een keer langs bij het Wyckoff House. En daar is veel meer te vinden van die Amersfoortse geschiedenis en die Amersfoortse roots van New York. Dit vind ik leuke feitjes. Leuke feitjes, toch? Ja, dankjewel. Dan ga ik even verder met mijn scrambled eggs. Ja, ik ook. De termijnen zijn alweer bijna koud. Op een kleine steenworp afstand van Amersfoort ligt Soesterberg. En Soesterberg heeft ook een heel stuk geschiedenis met de Amerikanen. Dus wij gaan daar ook even een kijkje nemen. Dat past natuurlijk helemaal in onze Amerikaans getinte aflevering van vandaag. Je rijdt er in principe in een kwartiertje waarschijnlijk met de auto naartoe. Maar ja, Pim en ik hebben net een flinke Amerikaanse breakfast achter de kiezen. Dus wij pakken lekker de fiets en we nemen een heerlijke bosroute. Dan kan je meteen ook wat mooie natuur van Amersfoort ontdekken. De ingang zit zo'n beetje naast het dierenpark, dat is een goede marker. En vlak daarnaast is een ingang in het bos. En dan kom je eigenlijk gewoon, als je het bospad volgt en de bordjes volgt, in Soesterberg uit. Uitslopen! Linksaf zo. Ja. Mijn verkeerde afslag genomen, Pim. We zijn in
denk ik Death Valley zijn beland, in Amerikaanse deserts. Nee, gek, dit kan een soesduinen zijn, dit. Oh. Ja, konden we doorgaan, toch? Ja, met jouw creatieve brein zeker weten. Je verpest ook alles. Maar het is hier ook mooi. Oké, okay, let's go. Soesterberg, hoe ik kan. We zijn op de helft al, hè? Ah ja, klein stukje. Stukje. Uh-oh. Midden in de Amerikaanse wildernis hebben we pannen inderdaad. Is dat in het Engels? Pans. We have pans with the bike. We have pancakes. Oh man. Pans with the bike. Allee op. En hij is er weer. Kan die weer? Ik kan gewoon Tour de France fietsen hoor. Zeker. Lekker hoor. Lekker maat. Tour de America, hè? Tour de America. Tour de America's. Route 66. Let's go. Let's ready? Go. Ready. All right. We zijn aangekomen bij vliegbasis Soesterberg, waar tijdens de Koude Oorlog een hoop Amerikanen gelegerd waren. Die kwamen hier in 1954 voor het eerst aan met een squadron van gevechtsvliegtuigen. En er waren veel spanningen natuurlijk in die tijd tussen Oost en West. En de Amerikanen kwamen hier om het Europese leger te versterken en te ondersteunen. En op een gegeven moment viel gelukkig de muur en zijn de Amerikanen in 1994 ook weer vertrokken. Vet man. Ja, hier nu dus op de oude landingsbaan is het eigenlijk één groot fietspark geworden. Ja, het is echt onwerkelijk man om hier op te fietsen. Ja, het is te gek. Het is een soort van de Tempelhof in Berlijn, maar dan gewoon om de hoek. Ja, zoals wij het nu doen, weet je wel, zo kun je er echt een dagje van maken. Je gaat je kan ontbijten daar, je kan hier gaan kijken. Je kunt die tentoonstelling gaan kijken. Kun je bij Charles een hapje eten. We zijn inmiddels beland bij Charlie's Burgers 33 in het centrum van Amersfoort. Aan de voet van de Lange Jan is deze American Style Diner gevestigd. Niet geheel toevallig, want de oprichter en eigenaar Charles Gray is geboren in New York. En heeft dus hier in Amersfoort en overigens ook in Soest deze diners opgezet. En het is natuurlijk een echte Amerikaanse kaart met vooral heel veel burgers. Voor de burgers van Amersfoort en ook eigenlijk de beste burgers van Amersfoort claimen ze zelf en niet onterecht, want het zijn ook echt damn good burgers. Wij zijn net terug van ons fietstochtje, dus we hadden ook wel wat verdiend. Ik ben voor een heerlijke milkshake gegaan, een bananenmilkshake. Er zit slagroom op, dus mij hoor je niet meer geloof ik. Ik ben wel even zoet. Kinderhanden schuin gevuld. Kinderhanden snel gevuld. Overigens, brain freeze. De kaartverkoop voor de expositie, de tentoonstelling in Kunsthalkade, waarom we eigenlijk deze journey zijn begonnen en ik aan deze heerlijke milkshake zit. Die kaarten zijn al te krijgen, die zijn al te koop. En daarvoor moet je even naar kunsthalkade.nl gaan. En dan kun je je daar alvast van een plekje verzekeren voor die nieuwe tentoonstelling, expositie. This is America, vanaf 26 september. Cheers. Nou, zo'n enerverende dag als die we vandaag hebben gehad, die sluiten we natuurlijk af met een lekker drankje. En dat doen we bij de Speak Easy Bar die in Amersfoort te vinden is. Of eigenlijk die niet te vinden is. Want de Speak Easy Bar is een fenomeen uit de jaren 20. Toen de drooglegging in Amerika plaatsvond. En er dus ondergronds op geheime plekken toch nog stiekem alcohol werd verkocht. En zo'n Speak Easy Bar is dus ook in Amersfoort aanwezig. Maar ja, zoals dat dus gaat, allemaal een beetje hush-hush, een beetje secret. Dus wij weten eigenlijk ook niet waar we uit gaan komen, maar we laten ons verrassen. Dus we moeten ook nu helaas toch eventjes die camera uitzetten, want het is natuurlijk zwaar geheim. Dit is James Bond shit, gek.
En dan zijn we dan in een super secret, maar te gekke cocktailbar. We hebben ons maar laten meevoeren. En we zijn uiteindelijk hier geëindigd. We hebben al in eerdere afleveringen hebben we gemerkt dat cocktails drinken toch wel een hele favoriete bezigheid is van onze kijkers. Dan sluiten we deze dag ook maar gewoon weer af in een cocktailbar. Maar wel nogmaals een echte Amerikaanse speakeasy cocktailbar. Het stikt hier ook van de geheimzinnigheid. Het is donker. Ik vind het super vet. Het is, we hebben ook een heel mooi menu. Voor de snelle en oplettende kijker geven we daar misschien wel een kleine hint mee. Het is gelukkig te donker. Ik wil het ook niet verraden ook eigenlijk. Ik wil als enige dit weten. Ja, dat is te laat voor, denk ik. Ja, dat is te laat voor. Nou, laten we eens een lekkere cocktail uitzoeken. Nou Pim, en zo eindigen we wederom, moet ik zeggen, een aflevering van Waldo Rock de Keizer met een cocktail in onze hand. Ik denk dat toch een goede gewoonte begint te worden. Heerlijk. Moeten we misschien maar zo houden. Ja. En vooral ook hier, dus als je die secret cocktail bar, die speakeasy cocktail bar kunt vinden, dan is het een absolute aanrader. En dan is dit dan toch echt het einde van deze aflevering. Een soort van thema aflevering waarin we op zoek gingen naar het Amerika in Amersfoort. Had te maken met de expositie, tentoonstelling die vanaf 26 september gaat draaien in Kunsthal Kade. En op 22 september zal City Marketing daar alvast een sneak preview van geven middels hun blog. Dat kun je checken op de website van Visit Amersfoort. En als je daar dan toch bent, zoek dan ook even onze filmpjes op en subscribe je even op dat YouTube kanaal. En dan kun je al onze komende filmpjes ook blijven checken. Cheers, tot de volgende. Pim, cheers, dankjewel. Nee, het was een mooie. En jij bedankt. Ik hoop dat we hier ooit nog wegkomen. Want ik heb, ik hoop het niet eigenlijk. Het is helemaal lekker. Dat sowieso. Maar ja, ik heb net gemerkt dat we hier geen eens meer bereik hebben. Dus ik hoop dat ze ons kunnen vinden. Nou, prima. Joe. Cheers. Oh shit, er gaat mijn citroenslice. Jammer. Ik ga niet meer bekijken. Niet makkelijk hoor, jongens.